What's up, sites van NDL, Jans en Rick. Welkom bij een nieuwe aflevering van YouTube Talks. Waarin ik praat over dingen gerelateerd aan YouTube. Of in dit geval, gerelateerd aan mijn leven. Want eigenlijk is geen YouTube Talk, maar een random talk. En ik blijf dit mijn intro's verneuken. Welkom! Het is lang geleden. Sinds ik een random talk of YouTube Talk heb opgenomen. Eigenlijk voornamelijk omdat ik niet zoveel onderwerpen heb om het over te hebben. Voornamelijk het YouTube talk gedeelte vind ik lastig. Er zijn een hele hoop onderwerpen die ik al heb behandeld. De meeste dingen die makkelijk zijn, zoals het praten over waar je het wel en niet over moet hebben op YouTube, zijn heel makkelijk. En die heb ik daarom ook al gedaan, dus er blijven alleen maar moeilijkere onderwerpen over. Zoals, hoe record je nou echt een video? Dat soort shit. Die wil ik uiteindelijk ook wel een keer maken, maar voor nu wil ik het even simpel houden. Voornamelijk omdat ik bezig ben met een heleboel let's plays. Er komen weer nieuwe aan. Ik bedoel, morgen gaat de laatste video, of morgen of in ieder geval over een paar dagen, gaat de laatste video van Assassin's Creed Valhalla online. En daar moeten we doorheen. Ik bedoel, daar zijn we bijna klaar. En daarom wou ik het vandaag gewoon over een makkelijk onderwerp hebben. Daarbij is er iets recent heel erg gaafs gebeurd in mijn leven. Ik ben namelijk geslaagd voor mijn opleiding. En daar wil ik vandaag een beetje over gaan praten. En de ontwikkelingen die ik de afgelopen 4 jaar heb meegemaakt. Dat heb ik geleerd als mijn afstudeerstage. Hoe heb ik dat ervaren? Wat zijn tips die ik met jullie of jullie daarmee mee kan geven? En wat leer je er uiteindelijk van? Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus ja, strap in! We gaan ervoor. Oké, dus ik ben afgestudeerd op de enige HBO in Zeeland. En ik ben afgestudeerd aan de opleiding Finance & Control, wat bedrijfseconomie is voor de oudere mensen onder ons. In ieder geval, zo heette dat vroeger, maar ze besloten, hey, weet je wat wij doen? We gaan het een fancy naam geven, hè? Maar nog steeds same old shit, dus zeg maar fancy naam, same old shit. Dus dat ben ik de afgelopen 4 jaar ben ik daarmee bezig geweest. Daarom heb ik de afgelopen tijd ook niet zo heel veel tijd gehad om veel moeilijke video's te uploaden. Maar dat nemen jullie mij vast niet kwalijk, want nu heb ik nog steeds geen tijd, want ik ben weer aan het werk. Maar oké, ik heb een video gemaakt over mijn meewerkstage een poosje terug. Die video die staat ook in de Random Talk playlist. Die staat in de description, de Random Talk playlist. En dan kan je die kijken. Ik ben na mijn stageperiode daar nog een poosje gebleven om vakantiewerk te doen. En ik heb toen de tijd tegen het bedrijf gezegd van luister, ik wil hier heel graag blijven. Ik heb het hier goed naar mijn zin, maar ik moet een afstudeerplek hebben. Als jullie mij die niet op tijd aan kunnen bieden, moet ik toch verder gaan kijken. Nou, puntje bij paaltje. Ze hadden op dat moment niks voor mij. Dus ik ben verder gaan kijken en ik kwam uiteindelijk bij een bedrijf terecht. Wat de ontwikkeling van Zeeland probeert te stimuleren. Door onder andere subsidies en financiële bijdragen. En ik heb daar gewerkt voor een logistiek ontwikkelingsplatform. Voor Zeeland. En mijn doel daarvan was, zij willen graag de logistiek in Zeeland verbeteren. Alleen daarvoor heb je uiteraard financiële middelen nodig en mensen die daar interesse in hebben. Nou, de mensen die daar interesse hebben, die hadden ze wel. Alleen er was geen geld. Ze hadden geen vast verdienmodel om ervoor te zorgen dat ze een continue stroom van financiële middelen hadden. Daarbij hadden ze ook een enorme schuld. En met die schuld zou het betekenen dat ze binnen een jaar tot anderhalf jaar geen middelen meer hadden om hun doelstelling te verbeteren. En zouden ze dus geforceerd worden om te stoppen. Mijn doel, mijn opdracht was om een verdienmodel voor ze te ontwikkelen. Wat ook op de lange termijn nog houdbaar is. Dat is maar de basis van de opdracht. En die opdracht klinkt misschien heel simpel. Zet op een manier waarop ze geld kunnen verdienen. Maar er komt veel bij kijken. Het is namelijk zo, wat je bijvoorbeeld kan zeggen, en nu komen ik in de wat financiëlere aspecten van mijn leven en mijn denkwijze. Je kan zeggen, oké, we gaan het simpel doen. Wij verlenen diensten, wij geven jullie advies. Daar gaan we uren voor factureren. En die uren, die betalen de mensen die uren, of die zeg maar, die dat advies krijgen, die betalen ze gewoon. Ik zet een aantal haken en ogen aan. Bijvoorbeeld de dingen zelf,
het platform. Je kan het geen bedrijf noemen, want het is niet helemaal. Maar voor het gemak zeg ik nu even dat het een bedrijf is. Het bedrijf wou niet dat zij een urenfabriek zou worden. Waarbij ze de hele tijd uren moesten gaan factureren. Dus dat is al één ding. Daarbij, het paste niet echt bij het bedrijf. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van oké, we gaan weer focussen op dienstverlening. Maar als het niet bij het bedrijf past, kan je het beter niet doen. Er zijn mensen die dat misschien wel willen, maar er zijn andere mensen in de groep die dat niet willen. En dat zijn er meer. Dus dan weet je wel, je hebt er ook weer een verhouding in. Van misschien is het beste optie, maar als er mensen zijn die tegen gaan liggen, dan heb je kans dat er weer mensen weggaan. Daarbij, welke prijs ga je daarvoor hanteren? Op welke manier ga je het inrichten? Er zijn een heleboel haken en ogen aan de opdracht. En er is voor mij niks om op terug te vallen, want ze hadden niks. Ze hebben niet een verdienmodel geprobeerd te implementeren. Het is nog verder nog nooit onderzocht. Dus dat maakte de opdracht behoorlijk lastig. Uiteindelijk heb ik een lidmaatschapsmodel aan kunnen bevelen. Ik heb er een bepaalde opzet voor kunnen maken. Ik heb er laten zien van oké, dit zou de kas, of dit zou hoeveel bedrijven moet je nou echt benaderen en betrekken bij dat lidmaatschapsmodel om ervoor te zorgen dat je genoeg verdient eraan. Welk prijskaartje moet je daar aanhangen? Welke voordelen moet je aanbieden om mensen daadwerkelijk die prijs te laten betalen? En dat soort dingen zijn eigenlijk, heb ik daarmee opgenomen in de opdracht. Al met al ben ik geslaagd met een 7,4. Dus dat is gewoon prima. En ik ben heel blij dat ik er vanaf ben. Maar er zaten ook een aantal na, of tenminste, ik ben heel blij dat ik het heb gehaald. Laat ik dat even voorop stellen. Ik wil sowieso het bedrijf heel erg bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven. Zonder hun had ik namelijk geen diploma gehad. En dat is voornamelijk wat er voorop moet staan. En dan moet ook heel duidelijk zijn dat ik niet de dingen die ik straks ga zeggen negatief bedoel. Want in de basis ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor de kans die ik heb gekregen. Dat gezegd te hebben, heb ik heel veel geleerd over mezelf. Er waren namelijk, zoals ik al zei, een aantal struikelblokken voor mijzelf tijdens deze stage waar ik heel erg hard achter ben gekomen hoe ik in elkaar steek, waar ik wel blij van en gelukkig van word, waar ik niet blij en gelukkig van word en wat voor mens ik ben. En in dat opzicht ben ik een stuk volwassener geworden, maar daar ga ik nu denk ik maar of dan wat meer over vertellen. Ik had geen houvast voor de opdracht. Er was niks waarop ik het kon baseren. De opdracht is eigenlijk ook niet per se voor een finance en control persoon. Want een verdienmodel opstellen is meer iets voor een commerciële econoom. Alleen het is iets wat wij als finance en control studenten mogelijk in de toekomst ook mee gaan maken. Ik heb daarom ook de stage expres gekozen. Ik wou iets heel anders dan mijn meewerkstage. Gewoon om te leren en te zien wat een andere tak van sport nou in kan houden. En inderdaad, dat heeft mij heel veel geleerd. Maar ook heel veel moeite gekost. Het heeft me veel geleerd omdat ik nu weet wat er nog meer is in de realm of economie. Het heeft me ook geleerd dat hetgene wat ik heb gedaan niet voor mij bestemd is. Ik heb veel meer aan een duidelijke opdracht met een basis van dit is wat we hebben en we moeten dit verbeteren. Dan heb je namelijk iets om op terug te vallen en dat kan ik verder verwerken. Dat heb ik bij mijn meewerkstage gehad. Er was al iets, het was alleen niet efficiënt en niet overzichtelijk. Dus dan ga je gewoon kijken van oké, op welke manier kunnen we dit nou overzichtelijker maken? Op welke manier kunnen we dit nou verbeteren, versnellen, et cetera, et cetera. Ik had ook niet echt een klik met de mensen, vond ik. Alleen mijn begeleider. Omdat ik niet altijd op kantoor was. Mijn afstudeeropdracht was zodanig dat er eigenlijk voor mij geen manier was om mee te werken. Dus ze hadden geen werk voor mij wat ik daarnaast kon doen. Waardoor ik niet verplicht was om op kantoor te hoeven zijn. Heel veel vrije tijd had. En niet per se een binding kreeg met de mensen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor een stagiair om ook mee te werken. Zodat je een beetje een band krijgt met je collega's. En daar ben ik dus ook wel achter gekomen hoe belangrijk dat uiteindelijk is geweest in mijn meewerkstage. Dat je ook gewoon naast de opdracht meewerkt met het bedrijf en met de afdeling. En dan kan je het over dingen hebben. Daar moet je ook verplicht voor op je werk zijn. Dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ik ben niet iemand die heel makkelijk op zichzelf kan zijn.
En daar heb ik heel veel moeite mee gehad door alleen maar thuis te zitten. En het is ook niet zo dat mijn opdracht zodanig lang was dat ik er een hele dag aan kon werken. Dus ik zat heel vaak gewoon niks te doen op mijn kamer. Dus daar heb ik het in mijn Assassin's Creed Valhalla serie ook over gehad. Dat ik op een bepaald moment, midden in mijn stageperiode, heel erg met mezelf zat. Ik raakte namelijk heel erg gedemotiveerd. Ik had het best lastig om soms mezelf te motiveren om iets te gaan doen. En dat is, op een gegeven moment gaat het niet meer alleen om je afstuderen. Maar dat ging op een gegeven moment bij mij zelfs door in alle aspecten van mijn leven. Ik kreeg het idee dat alles wat ik deed, dat ik dat deed vanuit noodzaak en niet omdat ik het leuk vond. Ik bedoel, je gaat naar je stage omdat je je diploma wil halen. En niet omdat je het leuk vindt. Ik ging naar de sportschool. Niet omdat ik de sportschool zo leuk vind, maar omdat ik af wou vallen. Ik ging niet naar mensen toe omdat ik het leuk vond, maar omdat ik een beetje mezelf genoodzaakt voelde om sociale contacten te onderhouden. Alles wat ik deed was meer vanuit noodzaak dan vanuit tevredenheid en blijheid en dat ik het graag doe. En mijn vakantie in Letland heeft me daar een beetje weer, of heeft me daar weer uitgetrokken. En dat heeft mij geleerd dat ik gewoon, ik moet gewoon meer streven naar wat ik leuk vind en niet naar wat ik moet doen. Ik moet dat ook gewoon direct aangeven. Ik uit heel makkelijk mijn problemen. Alleen, ik ben ook wel iemand die dingen vaak verzwijgt om de sfeer in de groep goed te houden. En de sfeer met bepaalde mensen goed te houden. En dat zorgt ervoor dat ik mezelf heel erg, een soort van, ja, niet echt wegcijfer, maar zeg maar wel met problemen blijf zitten. Die voor andere mensen geen problemen zijn. En dat is ook een iets waardoor op een gegeven moment kan ik dat niet meer inhouden. Ben ik in één keer heel erg boos. En dat is ook niet goed natuurlijk. Maar dat zijn dingen die heb ik daardoor wel geleerd. Ik bedoel, ik moet gewoon zeggen als ik het ergens niet mee eens ben. En als ik niet blij ben. En dat niet verzwijgen, wie je ook bent. Dat zijn dingen die ik wel daaruit heb gehaald. Zoals ik al zei, ik heb dus een nieuwe baan bij mijn meewerkstagebedrijf. In ieder geval op de korte termijn tot eind augustus. En misschien op de lange termijn daarna ook nog wel. Maar ik merk daar dat gewoon, ik kom daar terug binnen en iedereen zegt van, hey Eriek, wat leuk dat je terug bent. En dat, daar haal ik energie uit. Ik haal de energie uit om op kantoor te zitten. Ik haal de energie uit om de hele dag bezig te zijn. Ik haal de energie uit om, al zijn het kutklusjes, het maakt me geen zak uit. Als ik maar gewoon het gevoel heb dat ik iets productiefs aan het doen ben. Ik ben wat dat betreft wel meer een beuner dan een... Ik zit 8 uur achter mijn bureau, niks te doen. En ik krijg ervoor betaald. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ik ben gepassioneerd voor de dingen die ik doe. En als dat niet zo is, dan gaat er iets niet goed. Dat is wat ik daar eigenlijk voornamelijk uit heb geleerd. En ik denk dat ik ook in professionalisering een stap vooruit ben gegaan. Ik durf mensen nu veel makkelijker aanspreken op problemen die ik heb, op dingen die misschien kunnen verbeteren, vragen stellen, waarom gebeuren dingen, waarom doen we dingen zoals we ze zo doen, waarom gebeurt dit, wat is het eindresultaat daarvan. Ik durf mensen te bellen, veel sneller te bellen, omdat ik weet dat aan het einde van de dag is iedereen een mens, aan het einde van de dag, als je hetzelfde doel voor ogen hebt, dan maakt het niet uit of je iemand belt en dat ze daar last van hebben. Want als jij je geld wil, ik kan jou je geld niet betalen, en ik moet jou bellen om ervoor te zorgen dat jij je geld kan betalen en mijn werk kan doen. Ervan uitgaande dat we allebei graag het probleem willen oplossen, is er geen stress voor mij om iemand te bellen. Ik denk dat ik qua mentaliteit ook veel meer ben gegroeid. Door gewoon te durven zeggen wat ik vind en niet een hele passieve stance te nemen. Dat ik daardoor meer vrijheid krijg om ook gewoon mezelf te uiten. Dus ik denk dat ik daarin in dat opzicht ook wel ben gegroeid door deze meewerkstage, door mijn afgelopen 4 jaar. Ik ben oorspronkelijk mijn HBO begonnen vanuit het idee van ik wil meer tijd stoppen in mijn eigen ontwikkeling. En hoewel dat in de eerste 3 jaar ik daar eigenlijk niet heel veel mee bezig ben geweest, kijk ik nu terug op mijn schoolperiode met het idee dat ik het doel wat ik oorspronkelijk had ook echt heb behaald. Want ik ben niet meer het onzekere jochie
wat op jaar 1 binnenkwam op de opleiding. Maar ik ben oprecht een zelfverzekerde man geworden die het idee heeft dat hij weet waar hij het over kan hebben. En ook echt mee kan in de maatschappij. En mee kan praten met onderwerpen die belangrijk zijn voor een jong professional. Dus in dat opzicht ben ik heel blij. Ik was altijd wel overtuigd van het feit dat ik de kennis had. Dus daar of lag het niet aan. Maar dat ik in ieder geval, ik heb weer meer kennis opgedaan. Uiteraard dat is ook belangrijk. Maar ik denk dat het andere aspect veel belangrijker is van dat ik mezelf gewoon volwassener ben geworden. En ik voel me er goed over. Sinds mijn vakantie in Letland ben ik toch naar dingen anders gaan kijken. En ik ben gelukkig. Ik ben weer gelukkig. En ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om weer terug bij mijn meewerkstage te gaan. Maar ik ben ook niet zo naïef meer om te zeggen dat ik ga wachten tot het moment dat ik hoor wat ze met me willen. Ik heb ook gezegd van ik blijf gewoon kijken naar andere opties. Dus overal werk te vinden. Dus er is een hele hoop veranderd in mijn mentaliteit. En ik denk dat ik heb heel veel geleerd van de stages. Van de mensen op mijn opleiding. Van mijn docenten. Van mijn afstudeerstage. Van alles. En ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb gekozen. En ik weet niet of ik het in de video heb gezegd van YouTube Talk over het verschil tussen HBO en universitair. Maar ik weet natuurlijk niet precies wat je op een universiteit doet. Maar ik weet wel dat de praktijkervaring die je opdoet bij een HBO echt veel meerwaarde heeft voor je ontwikkeling. Dus als jij als VWO'er denkt, ik moet toch maar een universitair gaan doen, want dat heeft het hogere papiertje en daar kan ik later meer mee. Misschien kan je er meer mee verdienen. Sure, want het gaat over een ander denkniveau. Maar tegenwoordig is het verschil tussen universitair niveau en HBO niveau al niet zo heel groot meer. En ik denk dat je persoonlijk meer ontwikkelt in de praktijkomgevingen van een meewerkstage dan dat je alleen maar theorie uit je hoofd probeert te leren. Dat is mijn eigen mening. En sure, als je het er niet mee eens bent, zet het in de comments, dan kunnen we het erover hebben. Als je dat in ieder geval willen. Maar ik heb uiteindelijk een goede keuze gemaakt. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik hoop jullie daarmee ook gewoon aan te sporen. Gewoon als je het idee hebt dat je een HBO of een MBO zelfs. Als je van de VWO komt. Je hebt zoiets van ik wil gewoon met mijn handen werken. Ik wil gewoon tegelzetter worden of whatever. Maakt niet uit. Dat je gewoon doet wat je wil doen. Want op de lange termijn leer je overal van. En het is de manier waarop je wil ontwikkelen. En de manier wat jij interessant vindt. Waarop je wil ontwikkelen. Dat zijn de belangrijke dingen. Niet wat andere mensen voor je zeggen. En dat zijn ook dingen die ik op het VWO heel vaak heb gehoord. Van ja, je moet een universitaire gaan doen. Want je bent zo slim. Het heeft helemaal geen meerwaarde, joh. Op de lange termijn gaat het erom. Hoe ontwikkel je jezelf en hoe tevreden ben jij. Dat is mijn eigen mening. En ik hoop jullie daarmee iets mee te kunnen geven in mijn video's. En dat probeer ik altijd. Dus hopelijk heb ik jullie een beetje wijsgemaakt van wat ik heb gedaan tijdens mijn afstudeerstage. En het is de laatste video van mijn saga. Niet van mijn YouTube kanaal. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar van mijn saga op school. Ik denk dat ik hier later nog wel met leuke herinneringen op terugkijk. Om te zien op welke manier ik me heb ontwikkeld. Zeker in de YouTube Talk serie kan je dat heel goed zien. Dus kijk naar de eerste video en naar waar ik nu ben. Daar zit gewoon veel verschil in. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel met je vrienden. En dan hoop ik jullie de volgende keer terug te zien bij een nieuwe YouTube Talk. See ya.